natuurlijk way back. Mm. Maar wij vroegen ons natuurlijk af, hoe goed kennen jullie elkaar echt? Daar hebben we een hele leuke challenge voor verzonnen. Twee borden, ik geef jou eentje. Oh, en ik geef jou eentje. Gezien. Ik geef jullie ook allebei gelijk een stift. En voor jou ook één. We gaan een aantal vragen aan jullie stellen. En dan is het eigenlijk de bedoeling, wie van jullie, zeg maar daar... Op reageert eigenlijk als eerste. Ja. En het is ook de bedoeling dat jullie elkaar dan niet laten zien. Hè? Nee, want het moet dus geheim blijven van elkaar. Jullie moeten eigenlijk hetzelfde antwoorden. Dat is de bedoeling. Oh zo, oké, cool. Dus zal ik maar beginnen met de eerste? Oké. Wie van jullie zou nou er als eerst het meest para doen als iemand staat op je Prada-schoen? En dan als ik tel, ik ga weer aftellen en dan allebei tegelijk omdraaien. Ja? Okay. Hebben jullie hem? In 3, in 2, in 1. Draai maar om. Ruben. Ja? Ook met uitroepteken. Ruben houdt van Prada. Ja, zie je? Ik wil even draag die Prada. Ik wilde net zeggen, niet dat het een Prada schoen is, maar als iemand op mijn nieuwe Air Maxie staat, dan flipt wel echt meer dan... Oké, nou die mogen jullie weer wegvegen. De volgende vraag is, met wie zou Jerry liever een plaat maken? Ronnie Flex, Jo Silvio of Leeuw Kleine? Oké, nu ben ik wel heel erg benieuwd ook. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik ga weer aftellen in 3, 2, 1. Nee, je mag hem omdraaien. Kleine. Oh, Ronnie. Je Kleine hebben we natuurlijk Kleine hebben we al gehad. Ja, sorry. Ronnie nog niet. Jo Silvio hebben we gehad, Ronnie nog niet. Ja, dat is waar. Kijk. Is daar een reden voor of we nog niet elkaar geconnect of iets? Nee, of? We hebben eigenlijk hem wel op een remix staan van een track van ons. Ja. En voor het album kan me gewoon niet van. Weet je, hij is zo druk en weet je, elke keer zijn eigen album te plannen. En ik zat de hele tijd achter zijn manager aan. Weet je, het lukt ook niet echt. Ja. En toen... jij kent het wel. Margriet? Ja, maar Giet, hè, het ook weer. Maar het beste management op in Nederland. Ja. Het komt. Nee, maar hij staat dus op Vassa van ons met La Rouge. Ja. Hebben we een remix en daar schijnt hij behoorlijk. Alright, dan gaan we door naar de derde vraag. Als Ruben een nummer van een Nederlandstalige artiest mocht jatten en zelf mocht uitbrengen, welk nummer zou dat dan zijn? Oh, ja, dit is oké. Okay. Ja? Anthem, denk je weet Anthem. Oké. Ik ben ook bij deze heel erg benieuwd. Ja, ik denk niet dat hij er nu op komt. Nee? Oké. Ik ga weer aftellen. In 3, in 2, in 1. En je mag omdraaien. Wat staat er? Zij maar helemaal. Oké, ik heb Dorst Aquasi. En jij, André Hazes. Ik heb André Hazes. Oké. Dorst van Aquasi, dat is een beetje mijn anthem wel. Ja? Die zou je wel... Ja, in ieder geval iets mee doen. Ja? Oké. Hazes, dat kan niet kapot. Daar kan je nooit mis mee zitten. Nee. Dat kan sowieso. Oké. De laatste. Jullie zijn tot laat in de studio en willen eten bestellen. Mm. Wat voor eten zou Jerry het liefst willen bestellen? Oh, ja, dus als je het hierbij bestelt. deze dingen waren... Moela, bestel je vaak eten? Ja, man. Ik ben maar één klant van thuis bezet. Maar kan je niet koken dan? Nee, man. Bro, helemaal niet. Meesterkok, man. Ja. Masterchef in de studio, toch? Ja, oké. In 3, in 2, in 1. En ik ben benieuwd. Jezus, nee. Nou! Jij hebt Thai, hij heeft shawarma. Waar gaat hij? Mesken. Dat is dan ook echt man, heel groot. Nee, dit eet hij graag. Hij wil het niet opdraaien. Hij mag geen shawarma zeggen. Maar als hij kan kiezen voor echt eten, dan wil hij. Wij eten zeker 2 keer per week gewoon bij die Turk. Het is gewoon shawarma. Dat is gewoon zo, man.